Ook Surinamers geëvacueerd op Sint Maarten, importheffing kip en kipproducten verhoogd en Nederlandse militairen naar Bovenwindse eilanden vanwege orkaandreiging. Goedenavond, dames en heren. Het STVS-journaal op dinsdag 5 september. De Bovenwindse eilanden, waar ook Surinamers wonen, hebben gehoor gegeven aan de waarschuwingen van diverse weerinstituten. De Surinaamse Laura Karimbaks werkt op Sint Maarten als docent Nederlands. Haar onderkomen voldoet niet aan de gestelde veiligheidseisen en zij moest geëvacueerd worden. De redactie belde haar eerder op de dag voor commentaar. Irma komt vanavond dus aan, precies 22 jaar later, als een categorie 5 plus, bijna 6. Hopelijk niet dus, hopelijk blijft die op 4. Maar ja, de voorspellingen liggen daar, dat die toch een 5 wordt waarschijnlijk, of een 5 plus. Maar goed, het huis waar ik ben is niet veilig genoeg, dus mijn landlord neemt me mee naar een hotel en daar zitten we veiliger. Natuurlijk ben ik bang, maar ik bid. En ik ben in close contact met mijn familie, met Michel, mijn man en mijn kinderen. En mijn zus in Nederland, mijn moeder ook natuurlijk. En ja, we nemen aan dat we vanavond 8 uur waarschijnlijk dat de verbindingen ook in weg komen te vallen. Maar goed, we weten dat we veilig zullen zijn. De landlord heeft intussen heel wat voorbereidingen getroffen. Alle bomen around zijn gekapt, omgehakt. Ja. Vooral de takken. Ik ben nog wel thuis. Ik wacht op een vriendin om gehaald te worden. Ja. Zodra we in het hotel zijn, meld ik je ook. En ik neem dus wat spullen mee. Ik heb wat kleren voor 2 dagen. Ik heb... Vier dagen. Ja, inderdaad. Dat zegt hij net. En, kleren voor 3-4 dagen moet ik meenemen. En ja... Ja, het is een beetje vreemd buiten. Het regent niet, de zon schijnt af en toe, maar het is een beetje vreemd, heel vreemd. Een beetje zo mistig, zo. En het is heel erg heet. Het lijkt wel de spreekwoordelijke stilte die de storm vooruit gaat. No? Weerdeskundige Roel Oelers geeft aan dat Suriname al effecten van orkaan Irma voelt. Rond de middag kan het weer overgaan van zonnig naar harde regenbuien met windstoten. En dat is dus ook gebeurd. Maar windsnelheden die in de orde liggen van boven de 200 km per uur, kunnen bomen ontwortelen en flink wat schade richten aan haven en goed. Dus onder andere gebouwen, huizen, daken. Ik moet dus wel zeggen dat we, voor wat dus de ligging van Suriname betreft, we heel goed zitten nabij de evenaar. Vandaar dat de stormen niet direct dus naar Suriname toe kunnen. Maar echter moeten we dus rekening houden met dus spiraalbanden. Dat zijn dus eigenlijk de uitlopers van dus dan de orkanen. Die dus wel zeg maar, boven Suriname kunnen verplaatsen. En zorgen voor hevige onweersbuien op sommige plaatsen. Ondanks de orkaan Suriname niet zal bereiken, nemen wij de veiligheidsvoorschriften in acht. En dat zegt Jerry Slijngaard van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing. Kleine rukwinden met vrij hoge snelheden hebben zich al voorgedaan te zorg en hoop. En dan denk ik bijvoorbeeld aan tijdens hevige windstoten. Dat je dus rekening ermee moet houden dat je dus binnen bent. Liefst niet in de buurt van ramen met glas. Je zou rekening ermee kunnen houden dat je dus ergens moet gaan, eigenlijk gaan schuilen. Het liefst in de badkamer zeggen wij altijd, of op toilet. Omdat daar zo meestal helemaal van beton is, van steen is. En dat dus de beste bescherming geeft. Je moet rekening houden met uitval van stroom. Waarvoor je eventueel ook voorzieningen zou kunnen treffen. Je moet altijd batterijtjes thuis hebben. Je moet een radio hebben die werkt op een batterij. Dus niet alleen op stroom, maar ook op een batterij. Je zou rekening kunnen houden met het opslaan van extra voeding.
Je ijskast en je elektrische apparaten moeten, als bijvoorbeeld stroom uitvalt, moet je ze uit het stopcontact halen, zodat wanneer er weer stroom komt, dat er niet te hoge stroomstoten erdoor gaan. Dat zijn een aantal van de zaken die we hebben. De orkaan Irma komt naar verwachting ook heel dicht langs Cuba, waar onze president Desiree Bouterse momenteel vertoeft. In een telefonisch gesprek met het NII gaat hij hierop in. Wel, ik maak het heel erg goed. Ik moet zeggen, ik heb heel veel berichten gekregen uit Suriname, dat men zich zorgen maakt om Irma. En natuurlijk is Irma een orkaan van een bepaalde sterkte, dat gaat een goede zeef. En dat betekent natuurlijk niet niets. Maar zoals het is uitgestippeld nu, zal hij, denk ik, langs het eiland gaan. En misschien een deel in het noorden, dat we wat van de windvlagen kunnen merken. Men geeft aan, dat is dan ook Amerikaans nieuws, dat Cubanen wat dat betreft heel erg serieus zijn en heel erg disciplinair. Dat wanneer ze berichten krijgen van de overheid, de centrale overheid, dat ze onmiddellijk precies doen wat er gezegd wordt. Dus wij volgen het hier, zeker na wat we hebben meegemaakt met Harvey. En we zagen dit vlag wel aankomen. En ik denk dat die vrijdag moet hij dan hier langs passeren. Maar er is verder geen noemenswaardige paniek. De mensen hebben een voorbereiding getroffen. President Bouterse vertelt ook wat de resultaten zijn van de medische check-up die hij heeft ondergaan. Wel, we hebben de check-up gehad. En het ziet er allemaal goed uit. Conform zo'n beetje de resultaten wat we hadden in Suriname. En we zijn nu aan het afbouwen. En daarna krijgen we een vakantie. De invoerrechten op buitenlandse kip en kipdelen zijn per 1 september met 40% verhoogd. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft geconstateerd dat de prijs voor kipproducten op de wereldmarkt zijn gestegen, waardoor de prijs voor importkip nog duurder zal uitvallen. Om de consument hiertegen te beschermen, is het ministerie, volgens minister Ferdinand Welzijn, bezig om modellen uit te werken om de prijzen in toom te houden. Een aantal importeurs hebben ervoor gekozen om dat aan te passen naar 25%, wat nog steeds mag binnen de perken, alleen de consument leidt er nu onder. En wat wij nu zullen doen, is als beleidsmaker hebben wij de plicht om die consument te beschermen. Dus er zijn strategieën uitgezet om onder andere rechtstreeks van de producent naar de consument te gaan, waardoor de tussenhandel die elk steeds weer een winstmarge aanpassen, die een beetje onder deze omstandigheden even buiten wordt gelaten. Met deze maatregelen wil het ministerie van Handel en Industrie de consumentenprijzen aanpakken. Wij spraken met Albert Alleyne en vroegen hem als deze maatregelen van het ministerie effect zullen hebben op de consumentenprijzen. Natuurlijk gaat dat een effect hebben. Omdat in de afgelopen periode we gemerkt hebben dat dus vooral bij de kleine Chinese winkels prijzen omhoog gingen en buiten de schuld van die winkelier. Omdat wat hem geleverd wordt en wat aan hem gezegd wordt, dat is wat hij dus uiteindelijk gaat toepassen. En die tussenhandelaar die zijn product wil verkopen, die verkoopt hem natuurlijk een boodschap waar hij dus iets aan zou moeten hebben, zodat hij dat product kan verkopen. Maar dat maakt natuurlijk dat het allemaal duurder wordt voor de consument. En dat is vervelend. De verhoging van de invoerrechten op buitenlandse kip en kipdelen is bedoeld als bescherming voor de Surinaamse kipproducenten. De ordening voor de passagiersboten te Albina gaat onverkort door. Dit zegt Frankie Jansen, coördinator van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, te Albina.
De leiding van het district heeft eerder dit jaar een aanvang gemaakt met de registratie en keuring van alle boten die de oversteek doen tussen Albina en Sint-Laurent. Het doel van deze registratie is dat de burgervader van het district, Freddy Daniel, de veiligheid en ordening wil verbeteren in het grensstadje. Dagelijks maken honderden mensen gebruik van deze boten om over te steken naar Sint-Laurent of omgekeerd. Janssen zegt dat deze ordening niet bedoeld is om de mensen onaangenaam te zijn, maar juist om te structureren. We zijn reeds zover de boten die de oversteek doen, Albina Sint-Laurent, die zijn reeds geregistreerd. En het keuren gaat heel vlot ook. We zijn dichtbij de 200 boten al. Is goed om aan te geven. En we zijn nu ook al ready met de taxis. U ziet het, als u rondom me kijkt, ziet u dat we bezig zijn Wilhelminaplein een beetje te verfraaien, waar permanent nu de taxis zijn, ze beter kunnen accommoderen. En zodat we dan ook bepaalde regels vaststellen. Naast de boten die de oeververbinding onderhouden tussen Albina en Frans-Guyana, moeten alle andere boten die op de Marowijnenrivier varen deze keuring ondergaan. Deze boten worden na de keuring ook geregistreerd. Janssen zegt dat er al gesprekken zijn gevoerd met de DC's van het Paramakaans gebied, Margareta Malonti en August Bado van het resort Lawa Tapanahoni. Deze boten die ook de Albina aanmeren, zullen later dit jaar eveneens geregistreerd worden. Afspraken maken met DC Malonti en DC Bado, zodat we de boten die van bovenop naar Albina komen ook opbrengen voor die ordening. Maar wat is het uiteindelijk doel van deze ordening? Eindelijk het doel van deze ordening is eigenlijk om het chaotisch gebeuren eigenlijk in Marowijn een beetje te stoppen. Toch? Mensen moeten gaan leren dat het geen hostel is, maar ze zijn allemaal ondernemers. En doordat ze ondernemers zijn, zijn er bepaalde zaken die je wel moet, waarmee je echt rekening moet houden. Het is geen wild west, het is gewoon dat we, kijk bijvoorbeeld de grens sluit om 8 uur. En toch heb je mensen die nog steeds, boothouders die toch nog steeds de oversteek na 8 uur willen doen. Begrijpt u? Dus vandaar dat we geruime tijd echt bezig zijn met die orde. De wegstrekking tussen Meerzorg en Tamansari in het district Kommerwijnen zal voorzien worden van een top asfaltlaag. De werkzaamheden zijn vandaag begonnen bij de rotonde te Meerzorg. Raoul Swedo, hoofdvoorlichter van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, gaat hierop in. Vanuit de Weidenbosbrug naar de rotonde toe zal deze activiteit plaatsvinden. En we denken dat we tussen 9 en 3 zover moeten zijn. Morgen zullen we dan verder gaan richting Oost-Westverbinding. Het ministerie is bijeengekomen samen met de DC. En vanuit het commissariaat is er inderdaad bekendgemaakt dat de werkzaamheden plaats zullen vinden op ons Oost-Westverbinding. De werkzaamheden kunnen verkeersopstoppingen veroorzaken. Volgens Swedo zijn er op verschillende momenten geïnformeerd over de uit te voeren werkzaamheden. Edmund Bijman, supervisor van Ace Consultancy, is belast met de directievoering. De banen worden om en om geasfalteerd het verkeer wordt geregeld met vlaggenmannetjes. Het wordt om en om, zodat wanneer we bezig zijn op één baan, dat de andere baan wordt dan vrijgehouden voor het verkeer. En het verkeer wordt om en om geleid van bij wijze van Meerzorg naar Albina en omgekeerd. En zodra die geasfalteerde baan af is, wordt die vrijgegeven, dan wordt dan gelijk die andere baan opgepakt. En dan wordt het zo wordt het systeem weer opnieuw. Het streven is tot eind november dit jaar. En we moeten ook rekening houden met het weer. We hebben nu zon, dus vandaar dat we echt hard bezig zijn om het grootste deel te doen. Maar je moet ook rekening houden met regen en zo, want in de regen kan je niet asfalteren omdat de temperatuur van je asfalt, je moet daarop letten, dat is het belangrijkste. Want als het afgekoeld is, dan is het moeilijk dat het zich kan gaan mengen en dat je kan verdichten en al die dingen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het Dalian 4-project.
De inheemsen vieren vandaag voor het eerst de Dag van de Inheemse Vrouw. Deze dag is uitgeroepen op 5 september 1983 tijdens een vergadering van de Amerikaanse organisaties en bewegingen in Bolivia ter ere van Bartolina Sisa. Bartolina Sisa was een inheemse Aymara-vechter en wordt nu vereerd als een heldin in Bolivia. Zij kwam op voor de rechten van het inheemse volk. Met onderzoek over de inheemse vrouw Bartolina Sisa van Bolivia eren de organisaties Inheemse Platform ESAF, Amazonepartij Suriname, Alchemia Foundation en Cities Ranang haar op deze dag. Er werden vanmorgen bloemen gelegd bij de marinetrap aan de Suriname rivier. Op deze dag wordt stilgestaan bij het overlijden van een vrouw voor haar volk. En het zal ons tot het volle besef brengen dat wij die achter zijn gebleven de strijd verder moeten voortzetten. Want dat is ook haar leuze geweest van ik zal sterven voor mijn volk, maar na mij zullen anderen opstaan die de strijd van mijn volk zullen overnemen. Maar als wij ook geen bekendheid geven aan deze boodschap, wil dat dus zeggen dat wij als leiders ook falen. Want we zijn verplicht om de gemeenschap op de hoogte te stellen van zulke belangrijke momenten in de historie van de inheemse en ook van de wereld. Hè. Ja. Bartolina Sisa heeft strijd gevoerd tegen de Spanjaarden tot zij gevangen werd genomen en in het openbaar werd vernederd, verkracht en gemarteld. Zij werd in stukken gehakt die op verschillende plaatsen in La Paz, Bolivia werden tentoongesteld. De familie van Dalen, waarin onlangs een drieling geboren werd, heeft vandaag bezoek gehad van de leiding van het district Burkopondo. Districtscommissaris Kanya Panza was vergezeld van bestuursleden, parlementariërs en gezagsdragers van het district. De moeder van de drieling, Natasia van Dalen, ontving een aantal geschenken, waaronder waardebonnen en spullen voor direct gebruik. In het volgende verslag krijgt u fragmenten van het bezoek. Allereerst wil ik daarom tangen dat ik die toevoeging is naar je gezin. En ik zou want te zeggen om je, hoe lang ik kan taken, hoe meek plezier in mij. Want naar gado Egypte, toch? Yes. Essentie van het bezoek is dat mevrouw Van Dalen een drieling heeft gehad. Ze is van het district Brokopondo, ze woont daar. En natuurlijk is het een bijzonder ding. Niet iedereen krijgt een drieling, is geen aladezani. Dus we zijn er komen zien. Gebruikelijk, normaliter. Hoe ze pas die baby's gaat, dat ga je niet echt, maar je weet, men is bezig. Met het DR hebben we afgesproken dat we wachten totdat die kinderen 6 weken tot 2 maanden zijn. Dan gaan we op visite. Dan maken we een goede afspraak en we komen. We zien dat ze misschien dacht van, hey, ik ben vergeten. Ze is niet vergeten. De reden waarom ze nog in Wanica is, is omdat we naar haar huisvesting hebben gekeken. En dat is niet stabiel. Ze heeft 11 kinderen en ze is nu in de stad met 3. 8 zijn te Bronsweg. En we kunnen niets beloven, maar we zijn wel van plan. De bestuursdienstafdeling Centrale Technische Dienst is gaan kijken naar de woonsituatie. En er wordt nu een begroting gemaakt om te kijken hoe we haar woning kunnen restaureren. Zodat het in een woonbare staat is. Die moeder heeft natuurlijk hulp nodig. Waar we kunnen, gaan we erbij staan. En zelfredzaamheid. Ze heeft 11 kinderen. We moeten er iets gaan leren doen, zodat ze zelf voor zichzelf kan zorgen en ook voor de kinderen en niet afhankelijk is, laten we zeggen, van de overheid. We kijken ook naar de verschillende diensten die hebben meegedaan, als u ze kunt opnoemen. Ik ben hier met de DNA-leden, meneer Asadang en lid Finissi, die tevens ook kapitein is. Er zijn 2 Basha's, mijn bestuursdienst en RR-voorzitter van Bronsweg. Ja, dat is zo. Dit is het team die vandaag is gekomen. Een drilling betekent heel veel, want alles maakt zijn de alle 3 daar liep. Trouwen kan je wanneer maar liever dat je trouwen kan je toe. En
hoe breed die? Enkele woorden schieten mij te kort om te zeggen hoe blij we zijn. Hoe wij zijn dat toe. Elke keer in Bebe, wij zijn eerste instantie minister voor Sozago. En wij van Bronswijk zijn ook echt blij. En ook weet dat Bronswijk, taka Bronswijk dat je ziet, morgen voor als revie. Hoe doe je dat zo, zijn de Oududi speciaal? Nou, de Oududi zit in mijn karing, in de Saramakans, we karing Fungo Pauw. Dus de Alkaanse mensen zouden zeggen Fungo Tee. Ja, naar brandhout, wat dame kan gebruiken. Abori, Ayuasi, dan was den Ching. Dus het is een traditie, Oegwente, daarom ik Oetjaren kon je toe. Ik zorg dat ik kan vinden voor blok, ja. En daardoor dat Bronswijk nou kan zorgen, moro voor. In ieder geval, deze is er gekomen. San Sao maak mee nooit naar die Stekbroek op Pondo. Ja, hebben we vandaag geen meegemaakt. Kortom, ben je dan nog maar tak zo breed hoe de. En we hopen dat je landen kan je ondersteuning door. En is op takje van keren is dat maakt je door toe. En Tiresan is hier naar trailer. Ja, afvillen nog draaien. Afvillen nog draaien later naar Bronswijk. Volgens de DC is dit slechts het begin van de hulp vanuit de leiding van district Brokopondo. Later in de maand zal de drieling op een speciale wijze worden ontvangen. Tot zover het STVS-journaal. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.